Ja, dank jullie wel. Ja, nu de handen alvast wat warm zijn gemaakt, wil ik ze ook meteen graag zien. Want wie van jullie heeft een website met een contactformulier? Nou, dat zijn er al heel wat mensen. Jullie verzamelen persoonsgegevens. Gewone namen, e-mailadres vallen al onder de categorie persoonsgegevens. En dat brengt een heleboel voorwaarden met zich mee. Maar wie van jullie acht het ook reëel, aannemelijk, dat die wordt gehackt? Ligt dat voor de hand? Zou dat zomaar kunnen voorkomen? Ik denk altijd. Ja, een paar mensen denken van, voor wel. En wie van jullie gebruikt wel eens Dropbox of WeTransfer? Ja, en wie Dropbox en WeTransfer wordt door de orde van advocaten al aangewezen als een datalek wanneer je daarmee klantgegevens verstuurt, of namen en e-mailadressen. Zomaar een voorbeeld van hoe makkelijk het is om data te verliezen. En dat is ook niet iets wat je wilt met je website. En daarom gaan we jullie in deze workshop, presentatie, laten zien hoe je WordPress website, ik wil niet zeggen onhackbaar kunt maken, maar wel goed, heel goed kunt beveiligen en dat kunt voorkomen. Maar kort eerst even iets over onszelf. Ik ben Roy. Ik ben werkzaam als programmeur bij GoToPeople Website. En hou me vooral bezig met de technische kant van de website, wat eigenlijk al voor zichzelf sprekend is. Dus ook een gedeelte beveiliging. Ja, ik ben Sander, projectmanager, ook bij GoToPeople Websites. En wij maken dus websites. We doen dat veelal in WordPress en enkele keer ook in Django voor complexere websites. Ik meen er ook veel van te weten. En klanten van ons zijn onder andere gemeente Amsterdam, Kennedy van der Laan en Trombose Stichting. Ik denk dat we allemaal wel een aantal redenen kunnen bedenken waarom het belangrijk is om je website te beveiligen. Ik heb even gegoogeld. Als je googelt naar datalek, dan kom je echt ontzettend veel voorbeelden tegen. Onder andere het Hilton Hotel dat gehackt is. En Pon, de autodealer, auto-importeur, die zomaar 20.000 gegevens van klanten op straat laat komen. Dat is iets wat je zelf niet wilt overkomen. En dus altijd aan doet om het goed te beveiligen. En WordPress is een van de meest gebruikte CMS-systemen ter wereld. 25% van de websites wereldwijd draait op WordPress. En dat maakt ook meteen dat WordPress een target is om te hacken. Want als je WordPress weet te hacken, dan heb je dus gigantisch bereik kun je behalen. Een aantal voorbeelden dat WordPress zo groot is. New York Times is onder andere in WordPress. Spotify. The Voice. Maar ook gemeente Amsterdam. Dit is een website die wij hebben gemaakt waar mensen hun erfpacht in kunnen uitrekenen hoeveel dat zou kosten. Of het Nederlands Blazers Ensemble. Zomaar wat voorbeelden van WordPress websites die je iedere dag tegen kunt komen. Maar waarom zou ik dan gehackt worden? Ja, die vraag horen we best wel vaak. Eigenlijk maakt het niet uit wie je bent of wat je doet. WordPress is inderdaad een groot target omdat ze veel marktaandeel hebben in de online wereld. De voornaamste reden voor hackers om jouw website te besmetten of over te nemen is eigenlijk heel simpel. Data, persoonsgegevens enzovoort. En dat doen ze eigenlijk op twee manieren. Ze leiden bijvoorbeeld mensen via jouw website naar andere websites om vervolgens data in te winnen. Of ze stelen gewoon direct data van jouw website. Ja, op de zwarte markt is data veel geld waard. Misschien dat jullie zelf al een keertje gesnuffeld hebben op het internet. Maar als je persoonsgegevens bijvoorbeeld op het dark web aanbiedt, kun je daar veel duizenden dollars mee winnen. Of verdienen in dit geval. En datzelfde geldt natuurlijk voor betaalsystemen of gegevens in dit geval. Dus bijvoorbeeld Visa enzovoort. Ze gaan voor veel hoge bedragen gaat het weg. Dit is een percentagediagram van de voornaamste redenen waardoor je WordPress website gehackt kan worden, maar ook over de gehele wereld gehackt wordt. 41% van de websites die WordPress draaien worden gehackt door de host. In dit geval, wat denk je bij host? De server waar je website op staat.
Het begint bij de basis. Als we daar naar binnen komen, ja, dan heb je al een heel groot probleem. En je ziet, dat is eigenlijk in heel veel gevallen niet in orde. 29% door themagebruik die niet aangeraden worden of slecht in elkaar zitten. Thema's die al geïnfecteerd zijn, dus al met kwade bedoelingen worden aangeraden. 22% door onveilige plugins. Ja, plugins die door de mensen worden aangeboden. Jullie weten waarschijnlijk zelf ook dat je plugins makkelijk kunt installeren in je WordPress website. Er zitten een aantal kwade tussen, maar er zijn ook plugins die gewoon direct worden overgenomen, omdat er een lek ontstaat bij de auteur. En als laatste, de laatste 8%, is voornamelijk de gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie. Denk bijvoorbeeld aan makkelijke gebruikersnamen, zwakke wachtwoorden, geen wachtwoorden enzovoort. Ja, ben je eenmaal gehackt? Hoe weet je dat dan? Hoe herken je het? Nou, soms is dat heel duidelijk en snel zichtbaar. Je gaat naar je website en komt opeens allerlei links tegen die je zelf niet hebt geplaatst. Nou, dat is vrij snel zichtbaar, maar het is niet altijd goed zichtbaar. Maar er zijn een aantal kenmerken waar je het aan kunt herkennen. Onder andere ook je Google ranking. Wanneer je in Google zoekt naar je eigen producten, eigen bedrijf, dat daar andere termen opeens verschijnen die helemaal niet passen bij jouw bedrijf. Of je keldert enorm in je Google ranking. Waar je vroeger veel verkeer kreeg, heb je nu opeens weinig verkeer naar je website. Of soms redirect is ook in één keer je hele website. Dus je gaat naar je eigen website en komt plotseling op een hele andere website terecht. En wat ook vaak gebeurt is dat ze je website gebruiken om spam te versturen. En vaak merk je dat in je omgeving, dat mensen opeens veel spam ontvangen. Of je krijgt bericht van je hostingsbedrijf. Van hey, er worden wel echt heel veel berichten vanaf jouw website verstuurd. Daar is iets mis. Andere vorm nog die voorkomt is dat ze je website helemaal gijzelen. En eerst vragen een bedrag over te maken om alles weer terug te krijgen. Vaak in bitcoins. Maar datadiefstal is weer veel minder zichtbaar. Dat kan een lek, een backdoor zijn in de achterkant van je website. Ja, op het moment dat je dat doorkrijgt door reacties uit je omgeving of een hostingbedrijf of je webbouwer die dat meldt, zorg dan dat je als de kippen bij bent om te voldoen aan alle wetgeving, de data lek te melden en neem actie. En Google zet je vaak dan ook op een, geef je een Google ban. Google herkent het wanneer een data lek is en als je dit scherm in beeld ziet, dan moet je in actie komen. Ook moet je even navragen bij je hostingomgeving of de mogelijkheid is om een SSL-certificaat te draaien. Ik weet niet of er een aantal lichtjes gaan branden bij jullie, maar eigenlijk is dit het welbekende groene slotje linksboven in je adresbalk. Dat houdt in dat de bezoeker met jouw website een beveiligde verbinding hebt. Dus indien iemand zijn contactgegevens instuurt naar jou, zal dat dus versleuteld verstuurd worden. Ja, ook daar is het weer moeilijk voor hackers om mee te kijken. Nogmaals, het is wel mogelijk om te doen, maar het maakt alles veel moeilijker. En de kans dat het gebeurt veel kleiner. Daarna kunnen we verder gaan naar WordPress. Als je je hostingomgeving goed in elkaar hebt gezet, en ik was een klein stukje van de hosting vergeten. Ook is het belangrijk als je in je hostingomgeving meerdere websites hebt draaien. Dus veel hostpartijen bieden bijvoorbeeld aan dat je één server hebt die je deelt met anderen. Dat een andere website die geïnfecteerd is, niet jouw website aansteekt. Dat kan je eigenlijk heel simpel voorkomen door een aantal instellingen te veranderen. Ik raad jullie vooral aan om dat na te vragen bij je hostingpartij of bij je webbouwer. Want je wil natuurlijk niet dat een andere website die totaal niks aan beveiliging doet, jouw website aansteekt. Nou, dan komen we bij WordPress aan, zoals we net al een sprongetje maakten. En er zijn een aantal basisdingen die heel belangrijk zijn voor WordPress. Ten eerste is het heel makkelijk om WordPress-updates uit te voeren. WordPress-updaten is eigenlijk de meest belangrijke functie die WordPress beschikt. Naast dat je natuurlijk je hele website erin op kan bouwen en alles prachtig kan maken, zijn de updates gewoon super belangrijk. Je kunt er altijd van uitgaan dat er ergens een hacker op de wereld is die weet hoe die WordPress kan hacken in een versie die nu actief is of voorgaand. En eigenlijk
hoe meer updates je achterloopt, hoe makkelijker het is dat je website overgenomen wordt. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Datzelfde geldt voor plugins. Loop bijvoorbeeld altijd met de plugins mee. Zorg niet dat je een jaar of twee jaar achter gaat lopen in updates. Want je neemt gewoon een enorm beveiligingsrisico dat je straks gegijzeld wordt. Dat er data uitlekt en dat jij straks de verantwoordelijke daarvoor bent. Verder gaan we weer een stukje terug naar de hostingomgeving. Is het ook belangrijk dat er bepaalde bestandsrechten juist ingesteld staan? Ja, dat klinkt heel technisch, dat is het ook. Maar dat kan je natuurlijk makkelijk navragen bij je webbouwer of je hostingpartij. Bestandsrechten zijn eigenlijk rechten die vertellen wie bij dat bestand mag komen, wie er naar mag kijken en wie het mag aanpassen. Ja, hackers willen natuurlijk bestanden aanpassen en die willen dingen herleiden en hervormen. Ja, het is dus belangrijk dat de rechten goed staan ingesteld, waardoor hackers, mochten ze erbij komen, niet zomaar dingen kunnen aanpassen. En dan als laatste, ik kwam het laatst nog tegen, de database. Ik weet niet of iedereen bekend is met de term database. Database is eigenlijk de plek waar alles zich bevindt. Hè? Dus je website content, je informatie. Stel dat je een webshop hebt, staat daar je contactgegevens, maar ook de gegevens van je klanten. Noem het maar op. Laatst kwam ik zelfs nog tegen dat die helemaal open stond. Nou, zorg ervoor dat je database zoveel mogelijk dichtgespijkerd wordt. Ja, die kunnen jullie zelf heel weinig aan doen, maar ook nogmaals je hostingpartij benaderen en vragen hoe dat zit. Dat kan echt geen kwaad. Je wil namelijk het zo moeilijk mogelijk maken dat iemand die kwade bedoelingen heeft, eigenlijk in het hart van je website terechtkomt. Ja, wat zijn goede stappen voor je database toegang te stoppen? Bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie die heel sterk zijn. Dat is al eigenlijk een eerste stap naar flinke verbetering. Waarom? Ga jij maar eens een heel moeilijk gegenereerd wachtwoord die je zelf al niet kan onthouden raden. Dat is bijna onmogelijk. En daarnaast is er nog een stukje van WordPress zelf. Dat noemen we de WP prefix, of de WordPress prefix. Dat is eigenlijk een klein stukje code die in de database gebruikt wordt. Die staat altijd standaard op WP underscore. Maar die kan je ook random genereren. En ik laat jullie straks zien hoe je dat eigenlijk zelf kan doen, heel makkelijk. En daardoor wordt het ook weer moeilijker om bij de database te komen, stel dat ze erin komen. Dus het zijn allemaal stappen die je beveiliging ver naar boven duwen, dan dat je standaard een installatie hebt. U had een vraag. Ja, mijn vraag. Mij is eigenlijk verteld dat met name gewoon de lengte van het wachtwoord belangrijk is. Dus niet zozeer de keuze van het wachtwoord. Daar komen we straks op terug. Ja. Daar komt mijn collega straks op terug. Maar dat is inderdaad correct. Ja. Mag ik één? Als je als admin, want je krijgt in eerste instantie als admin weer wachtwoord. Ja. Als je daarmee bent begonnen om bepaalde pagina's aan te maken en dergelijke. Stel dat je dan die admin weghaalt, ben je dan ook je pagina's kwijt? Is er dan helemaal geen andere gebruiker meer binnen WordPress? Jawel. Oké. Okay. Nou, als het goed is kun je... Het verandert, maar binnen WordPress zeggen ze natuurlijk... je moet eigenlijk je admin eruit gooien als admin zijnde. Ja, helemaal mee eens. Wat je kan doen, als het goed is, als je hem verwijdert... kan je zeggen, alle content die aan deze gebruiker gekoppeld zit... overheven naar... en dan kan je kiezen tussen de andere gebruikers. Dan wordt alles overgezet naar een andere auteur. Dan raak je eigenlijk niks kwijt. Mocht je dat overslaan of vergeten, wees zeg maar niet bang. Het blijft er nog steeds, alleen de auteur is weg. Dat is het. Ja? Ja, ja, dus we hebben de hosting gehad, de WordPress installatie. Maar een andere manier waarop hackers vaak binnenkomen op de website zijn via plugins. En... dus daarom is het ook belangrijk bij de keuze voor een plugin om een goede keuze te maken. En niet zomaar lukraak alles te installeren op je WordPress website. En WordPress heeft daar een aantal verschillende elementen, kenmerken waarop je kunt letten om een goede plugin te herkennen. En dat begint eigenlijk direct al in het overzicht van de plugins. Daar wordt met een sterrenrating aangegeven door gebruikers die kunnen een plugin beoordelen en op basis daarvan wordt die sterrenrating gegenereerd. Maar kun je zien welke plugins goed of juist slecht worden gewaardeerd? Sorry. En in het algemeen kun je stellen dat plugins met 4 sterren of meer, dat zijn echt goede plugins. Daarnaast kun je ook altijd opletten op de bouwer van de plugin. En even kijken van, heeft hij meer plugins gebouwd? Hoe worden die beoordeeld? Zijn er problemen mee?
En op die manier kun je de betrouwbaarheid ook voor jezelf een beeld van krijgen. Wanneer je klikt op een plugin, kijk ook altijd even naar wat doet de plugin, hoe zijn de beoordelingen en de installatie en de support. Doe de plugin wel echt wat je wilt voordat je hem installeert. Misschien hoef je hem helemaal niet te installeren, omdat hij niet nodig is. En je hebt en je kunt altijd letten op de laatste update van een plugin. Is die nog recent geüpdate of is dat al 2 jaar geleden en wordt die niet meer bijgehouden? Dan weet je ook dat die, dan is die al snel zwakker en een potentieel gevaar voor je website. Je kunt letten op de actieve installaties en voor welke is die wel geschikt voor de laatste versie van WordPress. Want als het goed is draaien die altijd natuurlijk. En let ook altijd even op de support. Worden problemen opgelost? Zijn de ontwikkelaars, zijn ze actief? Of is het een vergeten plugin van hun die nog ergens rondzweeft? Dat zijn indicatoren waar op basis van jezelf makkelijk al kunt zien en gevoel kunt krijgen van of een plugin betrouwbaar is of niet. Maar mocht je twijfelen, vraag het altijd ook aan je webbouwer, je hostingspartij, om tips, om ervaringen van hey, ik wil die en die functie toevoegen, hebben jullie daar een goede tip voor, een goede plugin? Zij hebben vaak ervaring en plugins waar ze al langere tijd mee werken. En zij kunnen je altijd daarbij helpen. En een belangrijke tip is ook, plugins die je niet gebruikt, verwijder die altijd. Dat helpt om je website snel te houden, want die worden ook in de achtergrond ingeladen. En het verkleint je het risico op hacks. Natuurlijk zijn er ook een aantal beveiligingsplugins die het makkelijk maken voor jullie, hè, de niet-technische personen, om je WordPress-website te beveiligen met niet te veel inspanning en technische kennis. De twee grootste momenteel dat zijn iTeam Security en WordFence. Wij zelf zijn heel erg fan van iTeam Security, omdat wij het prettig vinden werken. Het heeft een mooie interface. En eigenlijk alle noodzakelijke basisinstellingen voor beveiligingen zijn hierin aanwezig. En nou wil ik een aantal instellingen met jullie doornemen. Ik weet dat jullie dit niet kunnen uitvoeren, maar als het goed is krijgen jullie achteraf deze PowerPoint ook te zien. En dan zou je het kunnen nabootsen mochten jullie geïnteresseerd zijn in deze plugin. En deze instellingen zijn ook te verkrijgen, of eigenlijk zijn die er, in de gratis versie van deze plugin. Want er is ook een betaalde versie waarbij je iets meer mogelijkheden krijgt, maar met de gratis versie kan je al best wel ver komen. En eigenlijk nadat je hem geïnstalleerd hebt, dat is allemaal goed gegaan, dan vind je links in je menu vind je iTeam Security als tapje of soms zie je hem ook wel als Security staan. En dan vraagt hij eigenlijk direct om de Security Check. En dan doet hij een aantal basisdingen voor jou, waaronder een aantal deuren dichtzetten, wachtwoorden verplicht stellen dat ze sterk moeten zijn, noem het maar op. En dat kan je eigenlijk met één druk op de knop doen. En wij hebben hier links hebben het omcirkeld wat hij precies doet of waar je dat kan vinden. En dan doet hij eigenlijk al heel veel voor jou, dus je hebt al minder werk. En zoals ik net al zei, wat ook interessant is dat hij database backups aanzet. Die zijn natuurlijk belangrijk mochten die niet gebeuren vanuit je host. Want dat is natuurlijk de hart of het hart van je WordPress website. En dat je daar backups van hebt mocht er ooit geen infectie in raken. Dan kun je er altijd weer terug naar een vorige versie bijvoorbeeld. Daarnaast, als we eentje verder gaan. Neem ik aan dat jullie allemaal een WordPress website hebben draaien. En ben je toch benieuwd of er toch malware of rare mensen meekijken. Dan is er altijd een grote knop aan de rechterkant en dan scan homepage voor malware. De homepage komt eigenlijk alles in voor van je website. Tenzij een programmeur dat anders heeft ingedeeld, maar over het algemeen wordt daar alles ingeladen. Scant die inderdaad op rare codes en dingen en backdoors. En krijg je gelijk te zien of je wel of niet op een blacklist staat. Dit is een hele goede indicatie voor jou om te kijken of je inderdaad al te laat bent of dat je gewoon nog in de safe zone zit. We hadden het net al even over de WordPress prefix. Ik weet, het is een beetje technisch. Maar die kan je dus hier opnieuw genereren door het kopje Change Database Table Prefix aan te roepen. En vervolgens deze op ja te zetten. Wat hij dan doet is hij verandert dat standaard stukje code in je database naar iets wat gegenereerd is door een computer. Dus moeilijk te raden. En daarmee voor een hacker dus ook lastig om te kraken, zeg maar. Nou, uiteindelijk
is het mogelijk om er doorheen te komen. Het duurt een aantal jaar voordat je het gegenereerd hebt. Maar voor jullie kunnen jullie het dus makkelijk doen met één druk op de knop. Een andere feature die heel erg belangrijk is in iTeams is bijvoorbeeld het verstoppen van de standaard WordPress login. Ik weet niet of jullie daar gebruik van maken, maar standaard draai je op WP Admin. Ja, omdat WordPress dus zo'n groot platform is, weten heel veel robots op het internet, vooral kwaadaardige robots, dat je daarop kan inloggen. Ja, wat gaan ze dan doen? Ze gaan allerlei verschillende wachtwoord- en admin-combinaties doen. Er zijn altijd wel een aantal websites die natuurlijk heel zwak zijn. Die kunnen ze inloggen, vervolgens gijzelen ze het, vragen ze geld, allemaal nagedoe. Dat wil je natuurlijk niet. Met deze feature of deze instelling kan je deze URL aanpassen naar iets wat je zelf wil. Je vinkt het backend aan, dus verstopt de achterkant. Vervolgens onder login sluk vul je iets in wat jij leuk vindt. Wij gebruiken bijvoorbeeld aanpassen, maar dit kan ook bewerken zijn of beheren. Dit is daarnaast dat het zeg maar eerste beveiligingsstap is voor je login, is het ook nog eens makkelijker te onthouden voor je personeel of voor jezelf. Ik kan me voorstellen dat WP-admin of WP-admin moeilijker is voor bepaalde mensen dan aanpassen. Het is toch een stukje persoon wat erachter zit. En vervolgens sla je het op en dan kan je altijd via die URL inloggen. Het is weer een eerste beveiliging. Wat mooi is, is dat iTeams ook herkent wanneer iemand dus rechtstreeks richting de WP-admin gaat. En als iemand dat heel vaak probeert te doen, dan blokkeert hij hem ook. Want dan weet hij, volgens mij is dit een robot. Daar komt hij vandaan, bam, geband. En dan komt hij niet meer op je website. Wij hebben websites die in lange tijd draaien. Heb je een hele grote lijst met allerlei verschillende aanvallen die er zijn geweest. En daar schrik je best wel van. Ik ga een klein stukje voor in de tijd. Mijn collega gaat het daar zo meteen nogmaals over hebben. Maar het gebruik van een gebruikersnaam admin is een beetje oud. Niemand gebruikt meer admin. Waarom? Admin wordt eigenlijk over de gehele wereld als admin gebruikt, als administrator. Is daarvoor de meest gebruikte gebruikersnaam. En in combinatie met een zwak wachtwoord ben je zo binnen. Een goede programmeur komt daar zo doorheen. Daarom raad ik ook aan, ik hoorde net ook in het publiek, dat je eigenlijk van de admin af moet en dan gewoon je eigen naam kan gebruiken. Of een e-mailadres of een alias. En dan kan je vervolgens instellen dat iedereen die met admin inlogt direct op de zwarte lijst gezet wordt. Dus direct op de blacklist, komt er niet meer in. Want als je goede afspraken maakt binnen je bedrijf, niemand gebruikt admin, dan zijn dat kwaadwillende mensen eigenlijk. Ja, dat kan je met één druk op de knop realiseren. En dan is dat ook geblokkeerd. Nou, dan komen we eigenlijk op de laatste basisinstellingen die belangrijk zijn. En dat zijn een aantal deuren die in WordPress zitten. Die deuren zijn voor jullie niet zichtbaar direct, maar vooral vanuit code technisch gezien wel. Wat houden die deuren in? Stel je voor dat je een CRM-systeem hebt die communiceert met je WordPress webshop. Dan zou die gebruik maken van een van deze deuren. Begin dit jaar, dat is misschien wel leuk, ik weet niet of jullie daar iets van hebben meegekregen, februari 2017... bracht WordPress een update uit en toen hebben ze de REST API aangepakt. En dat is eigenlijk zo'n deur waardoor jij, zeg maar, kan communiceren. Die lieten ze per ongeluk openstaan en vervolgens hebben heel veel kwaadwillende mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Allerlei verschillende linkjes geplaatst op mensen hun website. Dus je had ineens linkjes naar casino's en duistere pornografische sites op je site staan die jij niet had gedaan. En dan verdwenen ze weer, alleen maar om die data te kunnen krijgen op een gegeven moment. Hier zie je bijvoorbeeld dat we die kunnen forceren tot restricted access. En dat betekent eigenlijk, iemand kan daar alleen naar binnen als ze zich aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord. Ja, dat is voor jullie natuurlijk heel, heel bizar, hè? Hoe zou dat nou werken? Jullie webbouwer die kan dat wel, die communiceert daarmee. Maar ik raad hem wel aan om hem sowieso op restricted te zetten, want anders staat alles open. En dan kunnen mensen gewoon je content benaderen, je gebruikers inzien enzovoort. Nou, zo zijn er een aantal andere instellingen die hier staan. Het wordt allemaal een beetje te technisch om op te pakken, maar jullie krijgen straks de sheet. Neem het vooral over, het kan geen kwaad. Dat zou ik vooral aanraden. Verder is iTeams nog veel uitgebreider. Er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld een two-factor authenticator. Ik weet niet of dat wat zegt. Maar je kan dan door middel van een code die je opgestuurd krijgt, nadat je je gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld hebt, inloggen. Dus dan moet je vult die code in en dan pas krijg je toegang. Dus je hebt eigenlijk twee stappen.
Dat is bijvoorbeeld ook heel erg handig tegen robots. En stel dat je gebruikersaccounts op straat komen te liggen, dan krijg jij een sms'je en dan denk je, hé, daar klopt iets niet, ik moet dit aanpakken, zeg maar. En nog veel meer instellingen, maar dat kunnen jullie het beste bij een webbouwer of hostingbedrijf navragen. Ja, verder waar je echt bij far het meeste invloed op hebt en wat echt heel makkelijk is om goed te regelen, zijn gewoon de inloggegevens. Het wachtwoord, de gebruikersnaam. Nou, zoals we al zeiden, gebruik nooit admin. Dat is echt het allereerste waarop wordt gezocht en dat wordt ingevuld en wordt geprobeerd. Ook gewoon de robots die het echt duizenden keren per seconde proberen een wachtwoord in te voeren. Dus het gaat super snel. Dus wijzig die altijd of naar je e-mailadres of een naam of een andere unieke combinatie. Maar alleen die al wijzigen heeft grote impact. Maar het tweede is natuurlijk het wachtwoord. En zoals gezegd, maak je wachtwoord vooral lang. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan moeilijke tekens of ingewikkeld om zelf te onthouden. Maar maak je wachtwoord vooral lang. Hoe langer je wachtwoord, hoe meer tekens, hoe meer unieke combinaties er mogelijk zijn. En een robot is dus ontzettend lang bezig om dat te kraken. Heb je een wachtwoord van 10 tekens lang, dan is die in dit geval 12 eeuwen bezig. Dus dat, maak daar gebruik van. Dat is gewoon een kleinheidje wat je kunt aanpassen, maar het heeft grote impact. Maar dat brengt wel een probleem met zich mee, want een wachtwoord van 10 tekens lang, dat kan soms lastig zijn om te onthouden. Ja. Nou, het is een model om het verschil te laten zien. Maar hoe langer, hoe meer tekens, hoe langer het... Als programmeur zijn heb ik nog geen 12 eeuwen de tijd gehad om te kijken of je het sneller of langzamer kan. Dus ja, het is een theorie uiteindelijk. Zeker maat is de aanhang. Ja. Maar dan krijg je dus dit soort lange wachtwoorden. Een grappig foefje om een lang wachtwoord te kunnen onthouden is om er een zin van te maken. En daar gewoon steeds het eerste letter van te nemen. Bijvoorbeeld, dan zou je zo'n wachtwoord aan kunnen denken. Ik hoorde deze sterke tip bij een presentatie bij Hostnet door GoToPeople websites. En op die manier kun je een lang wachtwoord makkelijk onthouden. Het is een klein foefje, maar het is makkelijk te onthouden. En een andere manier is om gebruik te maken van wachtwoordmanagers. Zoals bijvoorbeeld LastPass, KeePass of Dashlane. Daarmee kun je ook lange wachtwoorden makkelijk opslaan. En kun je ze ook veel langer genereren. En hoef je ze zelf niet te onthouden. Je hoeft eigenlijk maar één wachtwoord te onthouden. Wat dus super makkelijk is. En het inloggen gaat ook makkelijk en snel. En LastPass helpt je bijvoorbeeld ook om een wachtwoord te genereren. En kun je zelf aangeven hoeveel tekens, combinaties. Dat is super, super makkelijk. Er zit één kleine maar aan, namelijk wel dat je dat LastPass wel zijn beveiliging goed op orde moet hebben. Dat soort bedrijven moeten dat goed geregeld hebben. Maar dat LastPass zit dat dan binnen je website of is dat gewoon een programmaatje op je PC? Het is voor verschillende extensies kun je het gebruiken voor verschillende apparaten. Als app op je Android telefoon of iPhone, maar ook in de Google Chrome browser kun je hem toevoegen als extensie. En dan steeds als je een website bezoekt, geeft hij al de wachtwoorden aan, als het ware. En kun je klikken van ik wil hiermee inloggen. En periodiek moet je even opnieuw ook inloggen op LastPass zelf, dus het hoofdwachtwoord moet je wijzigen. Maar daarmee zijn al je wachtwoorden wel versleuteld, liggen ze niet ergens op papier vast of heb je ze op één plek goed beveiligd opgeslagen. LastPass is gratis, als ik het goed zeg. Ja. Dat is eigenlijk een account die je aanmaakt, daar heb je een soort van kluis, zo noemen ze dat. En in die kluis kan je allemaal verschillende websites zetten of applicaties. En die kan je dan zelf onderhouden en bijhouden. En dan krijg je dus dit. Dus dan, ja? Is dat eigenlijk altijd via Safari? Ja, soortgelijk. Apple heeft ook een wachtwoordmanager. Stel dat je dan op je telefoon of een Windows PC zit, dan kun je dat niet altijd
ja, bereikt. Dus dat. Het voordeel van LastPass is dat je altijd in hun applicatie kan inloggen en dus overal bij je wachtwoorden kan. En als je bijvoorbeeld gebruik maakt van de keychain die in OS zit of OS X, dan ja, kan je daar niet altijd bij, zeg maar. Stel dat je dan op een Windows apparaat zit, dan heb je helaas geen toegang tot je moeilijke wachtwoorden. Ja. Dat is wel lastig, want die websites moeten die vreemde tekens en zo wel opgekeurd natuurlijk. Er zijn sommige websites die nemen geen vreemde teken aan, bijvoorbeeld voor ja, klopt. Wachtwoord of zo. Ja. Nee, je kunt geschikt wachtwoord genereren en eventueel dat soort tekens uithalen en dan opslaan. Ja, ja. Dus het is wel, ja, het is makkelijk aanpasbaar. Ja. Of soms moet je ze juist toevoegen en dan kun je die ook gewoon inzetten. Ja. Ja, verder wijzig je wachtwoorden periodiek. Ook neem daar gewoon even een moment voor om wachtwoorden te wijzigen. Dat je niet jarenlang hetzelfde wachtwoord hebt. En gebruik altijd voor verschillende websites verschillende wachtwoorden. Mocht er ergens een keer een wachtwoord lekken of iemand dat opvangen, dan kan hij slechts één website in en niet opeens toegang tot al jouw gegevens. En maak zoveel mogelijk gebruik van de twee factor authentication. Dus dat je met een sms, wanneer je inlogt, dat je dan een sms ontvangt. En daarmee nogmaals je inlogpoging bevestigt. Dat is wat je vaak bij banken ziet. Dat kun je bijvoorbeeld ook heel makkelijk op je WordPress website activeren in iThemes. Maar dat is wel een pro. Dan moet je wel de betaalde versie van iThemes hebben. Maar dat is een hele makkelijke manier ook om je website weer verder te beveiligen. Ja. Maar ja, echt, het komt op één ding aan. Zorg dat je website altijd geüpdate is. En doe dat zo snel mogelijk en gebruik desnoods een plugin voor het automatisch updaten van je website en plugins. Ja. En zorg dat je website altijd up-to-date is. Ja. Mocht je nou toch gehackt worden of mocht er toch data uitlekken, zorg dan dat je voor jezelf een stappenplan hebt. Hè. Wie ga ik benaderen? Heb ik telefoonnummers van een beveiligingsexpertisebedrijf, een hostingbedrijf? Of webbouwer. Het is altijd handig om zeg maar een stappenplan op te zetten met wie ga ik wanneer benaderen. Daarbij is het ook in combinatie met je webbouwer of hostingpartij of beveiligingsbedrijf. Ga je kijken waar komt dit lek vandaan. Is het bijvoorbeeld via een van mijn gebruikers. Hè? Als je meerdere mensen in je installatie hebben, komt het via een gebruiker. Komt het direct vanuit de website? Komt het toch vanuit de server, hè? Je hostingomgeving? Komt het vanuit een plugin? Nou, dat kan je allemaal samen uitzoeken. Dicht het gat. Zorg dat het niet meer open gaat eigenlijk. Los het op. Meld daarbij ook, eigenlijk is het bijna verplicht, maar het hoeft nog niet helemaal. Het is een beetje een vraag. Dat je een datalek hebt, stel dat je een webshop hebt, aan de overheid. Daar is een instantie voor, ik ben even de naam kwijt. Autoriteit persoonsgegevens. Autoriteit persoonsgegevens, ja. Binnen 72 uur je moet melden, mocht je een datalek hebben gehad. Ja. Meld het, want als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk, als ik het goed heb, strafbaar. Meld het, los het op. En is er nou helemaal niks meer te redden? Begin opnieuw. Het kan geen kwaad om opnieuw te beginnen. Misschien dat je je SEO-score en je Google-ranking kwijtraakt. Maar als je opnieuw begint en de oude omgeving compleet vernietigt, dan weet je wel dat alle kwaadaardige mensen compleet weg zijn. En dan bouw je het opnieuw op, begin je weer opnieuw met opbouwen van je SEO en je ranking. Het is wel wat werk, kost wat tijd, maar je weet wel dat je veilig bent en dat je weer opnieuw begint. Als je nou opnieuw begint, volg dan de veiligheidsstappen die wij hier bijvoorbeeld aanbevolen hebben. Of Google even rond, op internet zijn er verschillende blogs over. En zorg ervoor dat het niet nog een keer gebeurt. Opnieuw beginnen, is dat niet vanuit een backup? Ze kunnen daar ook... Nee, stel nou dat jij al 3 jaar lang een virus meedraagt. Begin opnieuw. Gewoon nieuwe omgeving, nieuwe installatie, alles nieuw. Het klinkt heel zwaar, maar het is wel de beste manier om een datalek dan uiteindelijk te verwijderen. Maar kun je niet gewoon 10 tekens in het wachtwoord gebruiken, want dan ben je toch klaar? Ja, maar het hangt er wel een beetje vanaf wat voor applicatie je gebruikt. Als het goed is, kan je dat voor WordPress wel doen. Maar er zijn bijvoorbeeld, als jij WooCommerce gebruikt, ik weet niet wie van jullie daar gebruik van maakt, dan wil hij nog wel eens vragen om speciale karakters. Of minimaal 1, minimaal 2. En dan wordt het toch wel toevoegen van.
Dus je zit soms gebonden aan wat de applicatie wil. En als je het niet kan of het niet hoeft, dan zou ik gewoon 10 karakters doen. Ja. Ik ging even snel met de vorige sheet, maar er stond ook zelf een 3 in nog pogingen. Dus ja. Ook een goede beveiliging. Dus een bot heeft toch een Ja, ja, in principe zo'n bot die gaat maar door. Als hij de kans krijgt, gaat hij maar door. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is een webbouwer kan een aantal login maximum inbouwen. Bijvoorbeeld 3 of 5 zie je vaak. Maar bijvoorbeeld met item security kan je ook een maximum inlogpogingen ingeven. En dan krijg je bijvoorbeeld een timeout van 1 kwartier. En dan mag je weer opnieuw naar binnen. Doe je het dan nog een keer, dan krijg je een timeout van 1 uur. Doe je het dan nog een keer, dan mag je er nooit meer in. Dat is inderdaad mogelijk, ja. Wellicht zijn er nog meer vragen? Of? Ja. Die WP prefix van de database. Ja. En die veranderen van een bestaande website? Ja, ja, je mag hem in principe. Nee, je mag hem altijd veranderen. Doe dat dan wel op een goede manier, bijvoorbeeld met deze plugin. En ga het niet handmatig doen, want daar is heel foutgevoelig. Maar het is inderdaad mogelijk om dat gewoon wanneer dan ook te doen. Het staat bij WP van 8.2 naar 8.3. Als je dat gaat doen, kan er verandering optreden, staat er bij het scherm. Ja. Wat is dan het advies om te doen? Eerst gewoon te doen? Of gewoon, mijn advies is om als eerst een backup te maken. En dan bijvoorbeeld van je database of je hele omgeving. Maar vooral je database is belangrijk. En dan vervolgens kan je het doen en dan kijken, controleer je website vooral wat er gebeurd is. En als er niks aan de hand is, dan heb je een backup. Is er iets aan de hand, dan kan je de backup weer terugzetten. En dan kan je misschien met een webbouwer uitzoeken waar het fout gaat. Zijn er verder nog vragen? Dan, Ja, was hem.